Dinsdag gaat het vijfde seizoen van House of Cards van start. En CDA-statenlid Jeffrey Oudeman uit Goes is misschien wel de grootste fan van deze Netflix-serie. House of Cards gaat eigenlijk over een meedogenloze Amerikaanse politicus, Frank Underwood. So help me God. Die er alles aan doet om aan de macht te komen, om president te worden van de Verenigde Staten. En ja, in seizoen 5 zal hij er alles aan doen om dat ook te blijven. Democracy is so overrated. Voorzitter, democracy is so overrated. Sinds Oudeman in een debat in Provinciale Staten citeerde uit House of Cards, staat hij in zijn fractie bekend als de Zeeuwse Frank Underwood. Ja, het is eigenlijk heel vreemd dat je sympathie hebt voor eigenlijk een klootzak. Ook in de Zeeuwse politiek is natuurlijk wel eens sprake van politieke spelletjes. Maar vergeleken met House of Cards is Zeeland een speeltuin waarin de kinderen braaf aan het spelen zijn. Maar toch? Je herkent wel dingen natuurlijk. En wat ik zeg, het is een heel spannende serie. En die intriges zijn natuurlijk interessant om te volgen. En de politieke spelletjes en de slimheid en zo. Lucky for them. They have me. They have you. Echt iets voor het CDA? Ja, kennelijk. Je moet ook altijd leren hoe je het niet moet doen, hè. Dus dat kan je van House of Cards wel leren.